Wat natuurlijk! What up, Space? Ik ben Melle. Ik ben Tim. Ik ben Sam. Ik ben Khalid. Sam. En vandaag gaan we Dare to Dare doen. Jullie weten misschien wel wat het concept is. Maar wat wij dus gaan doen is, wij hebben allemaal opdrachten die hebben opgestuurd. Dan gaan we via oortjes gaan we met elkaar bellen. Degene die de opdracht krijgt, die moet een nummer steeds getal roepen. En daar staat dan een opdracht voor. En dan moet diegene die opdracht uitvoeren, wat het ook is. Als die het niet doet, dan moet hij de opdracht opnieuw doen en dan moet hij er nog eentje. En het zijn allemaal hele sociale, ongemakkelijke opdrachten. Yes. Ik moet helaas beginnen. Ik word zo meteen gebeld door een van de boys en die zet ik dan een nummer en die opdracht moet ik uitvoeren. Ja. Get it! Oké, okay, kom. Let's do it, boys. Ik ben best wel zenuwachtig hoor, ik zeg eerlijk. Nee, ik niet. Ik vind het, okay, ik vind het oprecht best grappig om echt een mega ongemakkelijke dingen te doen. Sammy, jij hebt nummer 3 gekozen. Nummer 3 betekent dat je 5 minuten lang met mensen mee moet lopen en moet doen alsof je een tourguide bent. 5 minuten? Wij gaan vertellen over de dingen om je heen en wat je ziet. Het is echt alsof je een gids bent. Dat is zo kut. Dat kan echt niet. Dat is zo kut. Waar is hij? 5 minuten lang. Maar 5 minuten is best lang eigenlijk, hè? Dat groepje mensen, 10 man. Oké, okay, nu moet je het gaan doen. 10 man, nu, hier links. Yo bros, are you English? No. Oké, alles gaan vertellen over alles om je heen. Oké, I'm your guide for today. I'm your guide for today. Kijk eens voor je die niet kennen. Je gaat heel mooi vertellen over je thuis. You see that church? It's born in 1997. It's a very nice church. Vertel over het drama, glas en lood, want het verhaal van Adam en Eva staat erop. It's a story about Adam and Eva. You know the two people? Yeah. It's a very nice story. Vertel nu over de lamp die hier zijn gemaakt. Nog 4 minuten gaan. This is the lamp, the light you can see, is made in the Efteling. Dit is echt fucking kleur. Die lampen, die moeten piemels voorstellen. Die lampen moeten piemels voorstellen. It's very strange. If you see the light here, it seems to be like a penis, you know? It's very strange. Dat bij dat zeemampad hier recht voor je, is het verf gemaakt van bessen? This is made from chewing gum. The what? The zebra pet, I don't know how you say it in English. Yes. Paso de cebra. Is made, the masa febra, is made of chewing gum. Paso de cebra. Hey, nog 20 seconden. Oké, nog 20 seconden. Je moet nu nog gaan zeggen dat in Amsterdam moet je kunnen gaan naar de McDonald's. Daar hebben ze een burger en op die burger zit een olifant. In Amsterdam, you need to go to McDonald's. On the burger. On the burger list for elephant. Het is klaar. Oké, bent klaar. Hij heeft het gehaald. Goed gedaan. Sorry, it was for a YouTube video. Yes. Hey jongen, wat vind je ervan? Ja, fucking ongemakkelijk. Yeah. Have a nice day, bro. Rustig. Moet ik nu mijn nummertje kiezen? Ja, zeg maar nummertje kiezen. Nummer 6. Nummer 6? Ja. Hey maat. Ja. Jij gaat tegen 3 verschillende Nederlanders zeggen: hey, ken je me niet? Ik ben beroemd. Oh nee. Ja, maat. Dat is de enige die hij echt niet wil. Dus dit is echt kut, jongens. Nou, maar je kunt er ook wel heel snel van. Ja, je gaat het doen. Is dit echt 6? Ja maat, die gaat het echt moeten doen. Oké, kom maar. You're a street musician, right? Yeah. Do I know you from Insta? Maybe, Dan Nogle 75. Yeah, me. Maybe, yeah. Really? I'm also famous from street musician. Oh, maybe really? We can collab sometime or something. Yeah, man, please send me a message, bro. What's your name? I'll do. My name is Sam Clay on Insta. Oh, cool, man. Maybe yeah, we can collab one time. Definitely, I'm always up to doing collabs, man. Thank for you, sure, man. Sure. Thank you, man. Send me a message. Thank you. Okay. It's a pleasure to meet you, man. I best be quick. Nice to meet you. Yeah. Okay. Hey maat, ik ga je wat heel grappigs vertellen. Hij Nederlanders. Nee. Nederlanders. Nee, maar ik hoef geen foto te vragen. Ik hoef geen foto te vragen. Fuck off. Staat erbij. Nee, staat het erbij?
Hey, was hij awkward net? Nee, die ging net goed. Maar dat was omdat ik geen foto hoefde te vragen en zo. En Nederlands is erg. Oké, doe maar gewoon. Doe maar gewoon. Hallo, bent u Nederlands? Oh, niet Nederlands. Bent u Nederlands? No. Bent u Nederlands? Niemand is Nederlands. Ik kan het aan niemand vragen. Bent u Nederlands? Bent u Nederlands? Bent u Nederlands? Bent u fucking Nederlands? Niemand is Nederlands. Vraag je, bent u Nederlands? Nee. Oké, wel dus. Misschien kent u mij al van YouTube. Ik ben zeg maar onder de jongeren, ben ik al heel beroemd. En oh, you don't. Ook geen Nederlander. Oké, thank you. Bent u Nederlands? Ja. Oké. Ik ben dus echt heel beroemd van YouTube. En wil je met mij op de foto? Nee, sorry. We hebben het even. En wilt u met mij op de foto? Nee. Want niemand met. Maar ik ben echt heel bekend. Ik ben echt bekend. Oh, wat is er gebeurd? Oh mijn god, hij heeft er al twee. Echt? Hij zei dat ik ben heel bekend. En wil jij met hem op de foto? En dan zei je nee. Ja. Bent u Nederlands? Ik ben Nederlands. Oké, ik ben heel bekend van YouTube. En wilt u met mij op de foto? Nee, ik loop even door, man. Deze keer. Maar ik ben echt heel bekend. Ben je Nederlands? Nou, weer niet, jongens. Niemand wil met mij op de foto. Hij moet er nog eentje. Hij moet er nog eentje. Die eerste telde niet bij voor twee. Nederlands. Ik ben dus heel bekend. En ik heb dit verhaal al een paar keer eerder gedaan. Maar wilt u met mij op de foto? Allebei niet. Ik ben echt bekend. Nou, niet gelukt. Ik dacht echt dat ik heel bekend was. Oh, dit was de enige opdracht die ik zo kut vond om uit te voeren. Oké. Okay. Ja. Hey, kleine. Kleine, goed gedaan. Je hebt het wel gedaan. Galiet is nu bezig. Oké, jongen. Zou ik een nummer zeggen? Ja, kies je nummer. Nummer 4. Nummer 4. Oké. Ik heb mijn eerste werkdag hier, maar ik ben nu weer te laat. Bij? Een winkel. Bij de HEMA. Ik ga nu naar de HEMA en ik ga even vertellen dat ik te laat ben. En dat ik mijn uniform wil. Oké, goeie, doe maar. Succes, maatje. Oh, hij loopt nu naar binnen. Volgens mij, ja. Hij zegt, dit is al heel gemakkelijk, dit is al niet geloofwaardig. Nee. Eigenlijk moet je gewoon naar Bali in komen. Hij moet gewoon lopen erin, want het is gewoon. Meneer, ik moet om 9 uur beginnen met werken. Werken? Ja, maar ik heb nog niet mijn uniform gekregen. Werken om 9 uur? Ja, hier in de hemel. Besluit om 9 uur. Ja, maar ik moest nog schoonmaken en die dingen. Zoals dit. Lekker man, niet. Wordt hij geholpen? Wordt hij echt geholpen? Ja. Ik weet niet eens wie dit is. Nee, volgens mij is hij. Hij coacht jou al van zitten, hij coacht jou netjes. 9 uur sluiten we. Ja, maar ik moet nog. Misschien moet hij. Hij zegt hij moet schoonmaken. Wat zegt hij? Moet jij pet, pap? Je bent aan het trekken, hè? Nee, echt niet. Nee, serieus niet. Moet ik naar die balie? Ja. Dat wel. Hij zei dat er een camera was. Huh? Nee. Hij zei dat er een camera was. Hé, wat gelit, wat ga je doen? Hij moet echt gelit. Ging het goed? Ja, op zich. Ik moet even mijn uniform ophalen. Oh, gaat de uniform ophalen? Oh, je bent. Mag ik je helpen? Ja. Oh, nee, die vrouw. Die, ik zweer het je gewoon. Die vrouw wees hier net naar haar. Ik moet hier om 9 uur weg. Oké, ik snap niet helemaal waar je het over hebt, maar. Schoonmaken. Ja, dat kan niet hier. Hoe bedoelt u? 9 uur zijn we dicht. Ja, maar ik heb van het uitzendbureau gehoord. Ik moet hier om 9 uur. Oké, nou niet hier in ieder geval. Wat bedoelt u? Ik kan je niet verder helpen, niet hier. Maar ik moest echt hier zijn. Ja, dit is gewoon mijn Apple's. Oké, ja, sorry, ik kan je niet verder helpen. Heeft u misschien niet de leidinggevende of zo? Ik ben de leidinggevende. Oh, maar dat is wel vreemd, hè? Ja, dat is heel vreemd. Ja, nee, niet hier, misschien andere HEMA. Welke dan? Ja, weet ik niet. Dus ik kom ik hier. Ik krijg van collega's hele vreemde verhalen te horen. Als je iets aan het filmen bent of zo, maar. Ik weet niet waar je het over hebt. Ja, wat je daarmee van. Maar dat is gewoon accessoires, wel bij ja, het t-shirt. Ik kan je niet verder helpen, dus sorry. Oké. Succes verder. Oké, dank u wel. Nou, ik was dus naar binnen gegaan en die meneer die geloofde het niet.
Want die geloofde het eerst en daarna dacht hij dat het een prank was. Daarna heeft hij me doorverwezen naar de kassa. Heb ik met de leidinggevende gesproken. De leidinggevende die zei, we weten niet waar je het over hebt, maar we willen niet dat er gefilmd wordt in de winkel. Dus ik heb gezegd dat er is niet gefilmd in de winkel. Dus, Welk nummer kies je, Tim? Ik kies getal 8, mannen. Hij kiest getal 8. Oeh. En nummer 8 is 60 seconden achter iemand aanlopen en de hele tijd in zijn oor ploep, ploep, ploep. Ga maar. Hou je bek. Is het van ons? Ja. Hou je bek, grap. Hé, hey, er is 6 politie gekomen bij die HEMA. Ze hebben gewoon een fucking politie gebeld. Grap, ze hebben fucking politie gebeld. We moeten redden, pik. Oh, dit is echt ziek. Oké, we veranderen de opdracht een klein beetje. Ik ga naast een vrouw zitten. En dan ga ik de hele tijd ploep, ploep, ploep. De hele tijd in haar oor of naast haar. En dan gaan we kijken hoe lang ze blijft zitten. Misschien doe ik het wel bij meerdere mensen. Ploep. In de oor. Dichterbij zitten. Echt dichterbij. Ja. Opschuiven, Tim. Je moet opschuiven, ernaast Tim. Meelopen. Bloop. Zij was zo boos, hè, Tim. Huh? Zij was boos, heb jij haar kop gezien? Ja. Haar gezicht, gast. Melle? Welk nummer wil je? Melle, welk nummer? 9. Nummer 9. Oké. Nummer 9. Wat jij moet doen, Melle, is... Jij moet voor 60 seconden lang met je t-shirt uit paaldansen bij de lantaarnpaal. Maar luister, dat kan niet. Daar zit de hele wereld voor met mijn blote bas. Dat kan niet, dat kan echt niet. Kutzooi. Oké. Hij gaat het ook gewoon echt doen, hè. Storytime. Dit was helemaal niet de echte opdracht. Hij hoefde niet met de t-shirt. En dit was ook helemaal niet zijn opdracht. Het vond hem gewoon leuk om te doen. Ja. Eigenlijk was nummer 9 iets leems, maar... Dit lijkt me toch wel leuker dan dat. Maar dat kan echt niet. Of wil je 2 opdrachten plus deze? Dat kan echt niet. Je moet hem klaren, man. Je moet hem klaren. Waarom krijg ik deze? Pak het. Ah. Ik haat jullie zo hard. Jullie zijn geen vrienden. Zien ze een getrainde borst van Mellepel. Wat dat is? Baas, gast. Mensen waren het filmen met een smartphone. Dit gaat viral. Straks gaat dit viral. Mensen waren het filmen met een smartphone. Mensen gaat viral.
Melle, ik heb echt wel echt. Kom even hier, man. Doe even een hug. Oh, even een hug, oké. Okay. Echt respect voor jou, nee. Respect voor jou. Melle, voor Madame Tussaud. Yes, man. Oké, jongens, dit was de eerste aflevering van Daryl Dare. Ik vond het super tof. Ja, Sam die kon helaas niet tot het einde blijven, want die moest nog wat dingetjes doen met zijn vader. Die is eerder vertrokken, maar wij vier hebben het ook super tof gehad. Dikke shout-out naar Melle hiervoor. Ja, echt, jongens, voor jullie, hè, voor jullie. Echt heel tof. Laat daarvoor zeker een blauw duimpje omhoog. Abonneer en zet allemaal in de comments Legend Melle. Deel Legend deze Melle. Video zodat Melle viral gaat. Oké, okay, jongens, Melle moet viral gaan, mensen. Zien jullie volgende keer, oké? Tot de volgende keer, mensen. Doei. Hallo.